Valentina. Valentina. En ik ben er nu aan het opmaken. Want we zijn... lekker focussen. We zijn ook vandaag bij... achter de schermen bij Sara en Julia. Met een nieuwe videoclip. En we hebben heel veel zin in! Hallo. Hallo. Nee. Proces gesleuteld zijn. Ik heb mijn voorbeeld ook niet. Voor geld voor mezelf. Pamela heeft dinosaurier dingen aan. Echt geweldig. Ik hou van dinosauriërs. Net als ik nu gewoon live heb ingebeurd met die super. Super leuk. Ja, zeker. Zo cute. Vloggers in actie. Ja. Iedereen. Lijkt wel een beetje jou. So cute. En uiteindelijk heeft Sarah toch. Jongens, hoe vinden jullie de kamer? Ik vind hem geweldig. My hero. Yes. Ik heb het. Goed, beginnen. Actie. Seks gaan naar baby. Zo cute, zo lief. Ja, alsof de fashion zit. Ja, kom maar. Zal ik het gaan kwispelen? Lief. Hello world, here comes the girls. No boys allowed, so step aside. Echt een panda. Echt een panda. Nou. Wij zijn in ons outfit, in onze emo look, grunge style. Style. Ja, allebei Dr. Martens. Ja, echt hoor. Zo, die echt swag. Oh! Ik ben een achtergrond. Hallo! Hi! Oh, zo moe. Oh ja, heb ik trouwens helemaal niet eens verteld. Lily, mijn snoepje, komt ook. Van mij heb ik het wel verteld, laat maar. Maar ze komt ook in de videoclip en ze moet nog eventjes naar de kast lekker naar huis. Zo schattig, en ik heb echt honger, zo. Kijk, ik heb echt zo'n bol hoofd te vergelijken. Ik ben echt met jou. Panda weer gewoon. Ja, ik heb mooi dit. Ja. Nee, we moesten onze nepouders knuffelen. Akkoord. Ja. Hey. Yes. Nou, kijk eens hoe het kind te werk gaat. Ja. Leuk. Natuurtalent is het ook. Wow. Hoe staat het scherp? Oh. Nou, dat is makkelijk. Oh, hebben die camera nieuw? Ja, dat dacht ik ook ja. Al. Mooi. Hallo. Oh, ik zie er echt niet. Wow. Kan je jezelf zien? Of heb je een nieuwe lens? Dit gaat op YouTube. Nee. Ik denk dat het zich niet echt. We zitten nu in de tuin. Oh, mijn haar trouwens. Wauw. Moet daar niet ook iets mee worden gedaan? Ik ben niet echt grunge. Ik weet het niet. Oh ja, wij zijn, volgens mij hebben we het laten zien. Wij zijn de... Nice. Ja, dat hebben we ook echt al 500 keer laten zien wat we aan hebben. Het is echt het enige wat we de hele vlog hebben gedaan. Ja. Gewoon een beetje laten zien dat we grunge zijn. We zijn de badasses hier. Ja, ik had nog wel last. Ja, toch trouwens gewoon best wel goed. Ik wel. Halsband. Ik ga hem als... ik ga hem als... Dat is toch veel grunge. Ja. Dit is echt grunge. Ik zal niemand opvallen. Nou jongens, Bradley is er klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb niet een andere pruik op, want de pruik was voor Paris. Oh, mooie bloemen ook dan. Cute. Ja, dat is jou. Theo, Theo. Wat raar. Je houdt de letters door elkaar. Mijn hoofd. Zeg. Dit is Bradley, jongens. Jongens, Bradley is ook weer live, jongens. Ja, ga maar volgen op YouTube. En ook Evie. Ik word dit is, ook een promotie. Ik ben acteur. Dit is mijn allerbraakste. Yes. Wij kunnen kijken. Kom maar. Girl. Kom maar. Cute. Dit is de plek waar je ons kan vinden. Vandaag al de hele dag. Geen schaamte. Meer eten halen. Waarom vind ik dit? Hi guys. Ik heb mijn haar geverfd. Wat vinden jullie ervan? Ik heb eindelijk weer lange haar. Oh, het is zo nice die haar.
Ja, en er zitten allemaal dingen in mijn schoenen en mijn oogschaduw. Mij ook. Mijn oogschaduw lijkt net groen. Ik heb een jurk aan. Watch me, Nanner. Leuk die sfeerbeelden, Jun. Ik ben nog op de set van de clip. En dus ik dacht, ik sluit hier vlog even af. Want ik ga deze aan haar teruggeven. Dus doei allemaal. En hoor je, I love you. You really love you. Doei. Ik ben nu dus de vlog aan het editen. En ik zag dat ik nog heel veel dingetjes had die niet echt heel erg duidelijk waren. Dus dit was dus de vlog van behind the scenes van de nieuwe videoclip van Sana en Julia die nu uit is. Dus ik zet wel een linkje onder in de beschrijving, zodat jullie hem eventjes kunnen zien. Want hij is echt heel, heel leuk geworden. Lily, mijn hondje, was er dus ook. Omdat ze hadden gevraagd of ze haar mochten gaan gebruiken voor de videoclip. Dus die komt er ook in. En ik mocht dus de visie doen samen met iemand anders. Ik was assistente. Dus ik heb ook wel heel veel mensen opgemaakt. Maar zij deed soort van het hoofd, weet je. Zoals Sarah en Julia en zo. En dat was heel erg gaaf. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ja, ik was dus echt mijn camera vergeten. Maar Roxy had gelukkig eventjes deze vlog afgesloten. Maar daarvoor doe ik het nog eventjes. Omdat ik echt dacht zo van, nou, klopt toch allemaal even niet. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie deze vlog erg leuk vonden. Oké. En ga zeker weten de videoclip straks kijken.